Steef Nieuwendaal, en zo wordt een feestweek een rampweek. Ja, dat kan je wel zeggen. Ja. Ik denk dat niemand dit voor mogelijk had gehouden. En ik denk dat de teleurstelling van gisteravond vandaag gewoon vrolijk verder gaat. Ja. Hoe hebben jullie het vernomen dat Sparta niet doorgaat met Michel Vonk en Pascal Jansen? Nou, we werden in eerste instantie gisteravond gebeld dat we vanochtend met heel de selectie moesten verzamelen op de club. Ja, dan weet je vaak al dat het geen positieve berichten zullen zijn. En vanochtend in de kleedkamer heeft eerst Michel Vonk het woord gedaan. En Pascal Jansen, en daarna heeft William Vloed nog het een en ander uitgelegd. En jullie zwijgen en luisteren, of is er ook door de spelers nog wat gezegd? Nou ja, in eerste instantie zitten we gewoon te luisteren naar het verhaal. En daarna zijn er nog wel wat dingen gezegd van, nou jongens, hoe zit het dan? Want jullie willen toch contract verlengen. En we hebben gisteren ook kansen gehad en die hebben we zelf laten liggen. Is dat dan een reden voor ontslag of hoe zit dat? Maar ja, goed, daaruit bleek al dat het iets was wat langere tijd speelde. En dat dit eigenlijk de druppel was gisteren. Ik proef hieruit dat jij het er niet mee eens bent. Nou ja, het gaat er niet om dat ik het er mee eens ben. Kijk, ik denk dat het raar is als je eerst nog spreekt over contractverlenging. En vervolgens dat je dan na een wedstrijd van gisteren waar we veel over kunnen zeggen. Maar goed, als je uiteindelijk met 4-1 wint, dan gaat iedereen toch in een feeststemming naar huis. En dan staat de wereld er heel anders voor. Dus wat dat betreft, ja, heb ik daar hele dubbele gevoelens in. En ik heb de trainer en de assistent Pascal Jansen ook gewoon oprecht bedankt voor de samenwerking. Voel je je schuldig? Ik voel me schuldig, ja, absoluut. Kan je alleen niks mee met dat gevoel nu? Nee, ja, je staat erin machteloos. Kijk, het is geen beslissing die wij hebben gemaakt. Wij waren er ook niet van op de hoogte. Maar goed, wij weten ook wel dat we de laatste weken gewoon bij vlagen belabberd spel hebben laten zien. En dan kom je nog weg doordat je heel veel kansen creëert. Maar goed, die kansen moeten er wel in. En op het moment dat je uit de laatste 6 wedstrijden, ik geloof, 4 punten haalt, ja, dan gaat het rommelen. En dan is dit uiteindelijk het resultaat geworden. Maar jij weet hoe het werkt in de voetballerij, hè? Ook Sparta blijkt een club te zijn die handelt. Als er niet gewonnen wordt, dan wordt er ingegrepen. Ja, goed, maar er zal ook niemand zeggen dat het iets unieks is in de voetballerij. Maar dat neemt niet weg dat we wel een beetje de pest in ons lichaam hebben allemaal. Kan je toch de club Sparta begrijpen dat ze deze beslissing nemen? Nou, deels wel, omdat wat ik zeg, je haalt de laatste 6 wedstrijden 4 punten. Dat is gewoon veel te weinig. En zeker voor de ambitie en de doelstelling die we hebben uitgesproken. Van de andere kant, ja, er zijn nog 5 wedstrijden te gaan. Dus het zal ook geen schokkende verandering zijn. In die zin dat er geen hele grote veranderingen op het veld gaan plaatsvinden, denk ik dan. Nou, is Sparta een bijzondere club waar de trainer nauw samenwerkte met de algemene en technisch directeur William Vloed. Die blijft zitten. Vind je dat dan wel logisch? Nou ja, goed, dat is in de lijn van het beleid dat is ingezet. Ik denk dat Vloed het beleid heeft uitgestippeld. En volgens mij gelooft de club daar nog steeds in. En dat is ook terecht. Alleen ja, goed, je zal waarschijnlijk geen 22 of in dit geval 25 spelers ontslaan. Of alles wat daarboven zit. Ja, dan komt het vaak toch op de trainer neer. En dat is in de voetballerij helaas het geval. Maar geloof jij er nog in die lijn? In welke lijn bedoel je? Die is uitgestippeld, die je net beschrijft. Ja, ik geloof wel in het beleid dat hier gevoerd wordt. En wat ik zeg, als je gisteren gewoon die wedstrijd wint, en daar hebben we de kansen voor gehad, dan ziet de wereld er heel anders uit. En dan gaat iedereen op een feestdag in feeststemming naar huis. Maar goed, omdat nu eigenlijk de feestdag een rouwdag is geworden, ja, dan staan we hier heel anders nu. Maar eerlijk gezegd, 1,5 jaar onder Michel Vonk, er is nooit echt goed gevoetbald door Sparta op een enkele wedstrijd na. Dus het is misschien wel een logische beslissing. Ja, goed. Alleen ja, je kan ook afvragen hoe het komt dat er niet door iedereen niveau is gehaald. En misschien heeft dat ook wel te maken met de club Sparta. En daar bedoel ik met name mee, de druk die hier hangt. Kijk, iedereen kan goed spelen bij de mindere clubs als je een beetje in de luwte speelt. Alleen op het moment dat je bij een club speelt waar je het iedere week moet laten zien, worden andere dingen gevraagd. En ja, de vraag is of dat je dat een trainer kan kwalijk nemen als jongens niet tegen de druk bestendig zijn. Dus jij zegt, er ligt hier te veel druk op? Nou, ik zeg dat dit een club is waar heel veel druk op ligt, ja. En dan bedoel jij het kampioen moeten worden, de camera's in de kleedkamer die jullie in iedere beweging volgen, dat bedoel je? Ja goed, dat zijn dingen die nu aangehaald gaan worden, maar dat zijn dingen die ongetwijfeld invloed zullen hebben op een aantal jongens. En als het dan even voetballend niet loopt, dan worden dat soort dingen erbij gehaald. En misschien terecht, misschien onterecht, ik weet het niet. Feit is wel dat het iets is wat bij andere clubs niet gebeurt en misschien dat het dat wel ook lastig maakt om hier voor iedereen om hier te presteren. Zie jij jongens of misschien wil je zelf eraan onderdoor gaan? Nou ja, onderdoor gaan is meteen weer een zwaar en groot woord. Maar ja, je merkt wel dat een aantal jongens beter presteren op het moment dat de situatie wat relaxter en wat losser is. En ja, de momenten dat wij goed gespeeld hebben en dat we series hebben weggezet, was de sfeer heel ontspannen en was er eigenlijk niks aan de hand. En ja, de laatste weken zie je dat er wat meer druk op komt te liggen. En ja, of dat van grote invloed is of niet, het feit is wel dat we gewoon te veel punten hebben laten liggen. Denk jij dat nu met het wegsturen van Vonk en Jansen de druk minder zal zijn?
Nee, ik denk dat je die druk bij Sparta altijd zal houden. In ieder geval tot het einde van het seizoen. En ja, van de andere kant moeten we ook gewoon grote jongens zijn en de rug gaan rechten. En laten zien dat we daar ook tegen bestand zijn, hoe lastig het ook zal zijn. Staat de camera alweer aan in de kleedkamer? Ik heb hem nog niet gezien, maar ik hoop dat hij even uitblijft vandaag.